Een hele goede morgen allemaal. Welkom weer bij Koers Kijken met Elroy op deze prachtige zaterdag van 7 mei. Natuurlijk, voordat we gaan beginnen wil ik weer even aan jullie kwijt dat wij ja, dat deze video natuurlijk niet bedoeld is als financieel advies. Enkel bedoeld is voor educatieve doeleinden. Nou ja, laten we niet langer wachten. Laten we gewoon gelijk in de charts duiken. Want we hebben het een en ander te bespreken. Goed, switch ik hem naar mijn scherm. En dan wil ik beginnen op het. Dagelijks, dagelijks, dagelijks tijdframe. En ik zal hem heel even eventjes, heel eventjes opschonen. Um, om weer even back to basic te beginnen. Goed. Um, wellicht. En ga ik heel even naar een schone chart. Wellicht had jij dus deze Falling Wedge gezien. Wellicht. Heb je de video van mij afgelopen dinsdag of woensdag op mijn eigen YouTube kanaal gezien. Dat ik aangaf, jongens, waarschuwing. Iedereen ziet dit als een falling match. We gaan een breakout krijgen en een fake-out. Um, toen gaf ik al aan, wellicht gaan we namelijk gewoon op deze manier. Kunnen we het tekenen. Um, op, op deze manier. En uh, ja, het, de, de, de funding rate was gewoon negatief. De tellingen lieten het misschien dat we eigenlijk een correctie zouden krijgen. Het enige waarmee ik zit of nou ja, waar ik mee zit, is dat al de divergentie op het daily tijdframe weg is. En dat is niet echt iets positiefs. Dus je maakt hier al een low-low, maar op de andere zij maak je ook een low-low. Kijk, de stok ziet er ook uit dat hij wel wil gaan bouncen. Alleen het ziet er in mijn optiek ziet het er niet helemaal oké okay uit. Goed, um, als ik dan kijk naar de daily stok, prima, het wil wel een bounce gaan maken. We kunnen wel echt ook een bounce gaan maken. Uh, misschien dit weekend een bounceje maken. Maar ik verwacht nog niet dat dit de bounce is waar we naar zoeken. Want waar ik eigenlijk naar kijk als ik op het daily time frame kijk. Is dat ik dan die RSI toch een stuk lager wil zien vallen. Ja, het klinkt heel raar. Maar ik wil hem eigenlijk een beetje in deze zone zien. Dan daar die bounce zien. En dan hier op de arzij een hogere bodem maken. En natuurlijk op de prijs een lagere bodem. Dus dat betekent eigenlijk dat er zelfs nog twee traders naar beneden kunnen op basis van de daily tijdruk. Dus je hebt maar een klein bounceje maak je hem hier naar beneden. Dan vul je deze andere zij iets te laag. Maak je hier de bounce rond 34.000. Dat zou een leuke bounce kunnen worden naar 38.000. Dan van, van 38.000 naar ja, 32.000, 31.000. Dan hier tussen. Een Divergentie divergentieprint en dat is de bodem die je wil zien. Dus eigenlijk wat ik een beetje verwacht is dat we nu in deze zone waar we nu zitten. Ja, tussen de 34 en 38 eventjes blijven hangen. Een beetje blijven pingpongen. Dan nog een kleine correctie gaan krijgen. En dat daar een beetje een bodem is waar we naar willen kijken. Dus dat is op basis van daily tijdframe. Goed, um, dus switch op naar het 4 uur tijdframe. Alleen die werkt niet heel erg lekker mee zie ik. Ja, nou goed, op basis van het vierde tijdframe uh, kunnen we ook niet echt bijzondere dingen zien. Dus wat ik eigenlijk een beetje dit weekend verwacht, een beetje contra. Uh, misschien gaan we nog één keer naar beneden. Of we gaan vanaf hier in ieder geval vast die trendlijn opzoeken. Dus uh, ja, echt lage tijdframe durf ik je echt niet wijs te maken op dit moment. Want we kunnen of nog even één keer naar beneden krijgen, naar die 35 of 34,5k. Dat je daar een soort van wedge gaat vormen. Dat je daarna een bounce gaat maken. Maar ik verwacht wel dat er een bounce gaat komen. Um, en ja, dat kan na die 37.000 zijn. Even die trendlijn hertesten. Um, even, even de RSI laten afkoelen. Uh, om, ja, afkoelen bedoel ik meer even omhoog gaan. Uh, maar zoals je nu ziet, bijvoorbeeld op 1 uur op de RSI, ja, je ziet hier helemaal niks. Um, enkel hidden divergenties continu, uh, het is nu gewoon wachten op een breakout um, dus hij moet even die trendlijn uitbreken, nou ja en dan zou je die 37.000 kunnen opzoeken als hij hier toch gewoon naar beneden gedeeld blijft worden ja, dan, dan kan hij dus dit gaan doen en dan dit, dus het is even afwachten wat we gaan doen, dat durf ik je ook niet te vertellen want het is weekend het is, ja, ik ben er ook niet de hele dag bovenop um, ik zie op dit moment ook niet heel veel behalve dan dat we in ieder geval naar de 37.000 kunnen gaan, alleen de vraag is Gaan we eerst naar 34 of gaan we naar 37. Daar durf ik je niet op, uh, op, op de lage tijdframes op te attenderen. Weet wel, als we dus die correctie gaan krijgen naar die 34,5 plus minus. Dat we dan inderdaad gewoon die mooie bounce kunnen zien naar die 37. Dus dat is iets wat je gewoon in je achterhoofd moet gaan houden. En als we dus vanaf hier eigenlijk al 36.300 weten te breken omhoog. Ja, dan verwacht ik al dat we verder gaan stijgen naar die 37. Misschien zelfs 37,5 om even die trendlijn te, op te zoeken. Maar weet wel, vanaf daar verwacht ik dan wel weer die pullback. Wellicht zullen we dus hier zaterdagavond ergens aankomen. En dan zullen we zondagochtend, ja zondag in ieder geval, weer die dump gaan krijgen naar die 34. Dus uh, ja, dit zou het pad kunnen zijn voor het weekend. Goed, mocht je deze video wel leuk en interessant vinden, duimpje mogen we om zeggen waarderen. Dan wil ik jullie allemaal een heel fijn weekend toe, Het best voor het best en ciao, ciao.